Dit is het liedje van meneer Van Dalen, die zo bevriend was met meneer Van Dam. Hij was gehuwd met een mevrouw Van Dalen, zijn vriend Van Dam met een mevrouw Van Dam. Reeds als bewaarschooljochie was Van Dalen het verknochtste speelgenootje van Van Dam. Terwijl op haar beurt weer mevrouw Van Dalen een oude buur bleek van mevrouw Van Dam. Toen dus na vele jaren de Van Dalens plotseling stuiten op de twee Van Dams. En de Van Dams herkenden de Van Dalens en de Van Dalens elk een der Van Dams. Klonk door de neemerkreten der Van Dalens het asje me nou gegiegel der Van Dams. Gevolgd door een afspraak van de twee Van Dalens voor een avond bretje thuis bij de Van Dams. En zo begon het. Eerst zijn de Van Dalens een avond thuis geweest bij de Van Dams. Toen de Van Dams een keer bij de Van Dalens, toen de Van Dalens weer bij de Van Dams. Maar heel gauw werd het, hadden de Van Dalens een avond geen bezoek van de Van Dams. Dan kon je er vast op aan dat de Van Dalens over de vloer hingen bij de Van Dams. Dra zag je nergens meer de twee Van Dalens zonder het gezelschap van de twee Van Dams. Zelfs als je één zag van de twee Van Dalens, was dat toch steeds met één der twee Van Dams. Meneer Van Dam bijvoorbeeld met Van Dalen, mevrouw Van Dalen met mevrouw Van Dam. Maar ook Van Dam wel met mevrouw Van Dalen, zoals Van Dalen met mevrouw Van Dam. Als er gedanst werd bij de vriend Van Dalen zijn volle aandacht aan mevrouw Van Dam. Terwijl aan de andere kant mevrouw Van Dalen zich aan de boezem vleide van Van Dam. Dus niet Van Dalen met mevrouw Van Dalen en ook Van Dam niet met mevrouw Van Dam. Maar wel Van Dam steeds met mevrouw Van Dalen, zoals Van Dalen met mevrouw Van Dam. Zo na de middag dronk meneer Van Dalen, zo na de middag dronk meneer Van Dam. Wel eens een borrel bij mevrouw Van Dalen, wel eens een borrel bij mevrouw Van Dam. Mevrouw Van Dam schonk bolletjes aan Van Dalen, zei het zonder medeweten van Van Dam. Terwijl terzelfde tijd mevrouw Van Dalen kleurloze katsie stapte aan Van Dam. Bij die gelegenheden zei Van Dalen bepaalde woordjes tot mevrouw Van Dam, die hij kon zeggen tot mevrouw Van Dalen, maar die niet pasten bij mevrouw Van Dam. En ondertussen kreeg mevrouw Van Dalen van de verliefde lippen van Van Dam dezelfde schmoes te horen die Van Dalen zat te verkopen aan mevrouw Van Dam. Tot op een goede dag meneer Van Dalen eens niemand thuis trof bij mevrouw Van Dam. En toen maar doorging naar mevrouw Van Dalen, waar hij het bezoek trof van meneer Van Dam. Ja, niet op de ene stoel mevrouw Van Dalen en op een andere stoel meneer Van Dam. Maar wel, om kort te gaan, meneer Van Dalen is vreselijk kwaad geworden op Van Dam. Toen het gebeurde bij mevrouw Van Dalen, daarop ter oor kwam van mevrouw Van Dam, krabde ze gootjes in mevrouw Van Dalen en sloeg ze deuken in meneer Van Dam. Maar naar hetzelfde wat meneer Van Dalen van zijn vrouw merkte met meneer Van Dam, ook tussen haar was met meneer Van Dalen, dat werd vergeten door mevrouw Van Dam. De advocaten van meneer Van Dalen en de onverzoenlijke mevrouw Van Dam dienden een eis tegen mevrouw Van Dalen en haar geliefden in meneer Van Dam. Een eis tot scheiding van mevrouw Van Dalen en eis tot scheiding van meneer Van Dam. Omdat Van Dam gesnapt was door Van Dalen en niet Van Dalen door meneer Van Dam. Zo ging Van Dalen van mevrouw Van Dalen, zo kwam Van Dam af van mevrouw Van Dam. Zo viel een diepe kloof tussen Van Dalen en de onfortuinlijke meneer Van Dam. En nu naar het verdere lot van de Van Dalens, me even koud als dat van de Van Dams. Ik wil enkel wijzen op wat de Van Dalens ons kunnen leren met hun twee Van Dams. Want wij zijn allen op zijn tijd Van Dalens, die dikke vrienden worden met Van Dams. Neem dus een voorbeeld aan die twee Van Dalens en klit niet al te zeer aan je Van Dams. Hoe gauw gebeurt het niet dat twee Van Dalens niet meer van maat weten met twee Van Dams. En daarom stinkt het ook van de Van Dalens die chassé-croisé'tje doen met twee Van Dams.